Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over lasergraveren. Dit keer in de nieuwe serie over de Ortho Laser Master 3. Wat we gaan zien is de livestream van gisteren over de bouw van de Ortho Laser Master 3. Een paar dingen die ik daar vooraf over moet zeggen. Ik kijk heel veel video's op het internet, zeker voordat ik zoiets koop, want dat vind ik erg belangrijk. Ik zou iedereen willen aanraden die iets nieuws gaat doen, zoals dit. En dan, nou voor mij is het niet iets nieuws, maar een nieuw apparaat gaat kopen, iets waar je nog niet gewend mee bent en al dat soort dingen meer. Kijk vooral veel YouTube-video's. En ik snap het als u het Engels niet machtig bent, maar dat is wel een pre, dat wil ik er wel gelijk bij zeggen. In al die video's die ik kijk, hoor ik steeds dat dit zo'n eenvoudig apparaat is om te bouwen en dat soort dingen meer. En de handleiding is zo duidelijk, laat niets te wensen over. Ik heb in de vorige video al aangegeven, ik ben niet op alle vlakken een groot fan van Arthur. En ja, hier krijgen ze van mij dan dus weer een negatieve review. Zo eenvoudig als dat het lijkt dat het is, is het niet. Jawel, het is eenvoudig, het is heel mooi gebouwd, het is heel makkelijk gebouwd. Maar de handleiding, maar ook de officiële video's die Arthur maakt over de bouw van deze laser, zien bepaalde delen over het hoofd. En die bepaalde delen, daar kom je dan mogelijkerwijs later pas achter. Zo heb ik bij deze laser, die ik dus gisteravond gebouwd heb, al 2 of 3 grotere wijzigingen moeten doorvoeren op basis van de bouw van gisteren. En ik heb daar echt naar gekeken in het boekje. Ik vind dan vervolgens niet terug waar ik het dan over heb. En ik vind ook niet terug in de video waar ik het over heb. En ik ga u aan het eind van deze video een klein stukje daarvan laten zien. Wil ik u zeg maar laten zien wat ik heb veranderd en waar je op moet letten. Bijvoorbeeld bij deze laser. Omdat er een aantal dingen zijn waarvan ik zeg van dat zou beter hebben gemoeten. Ook in de bouw. Dus zeg maar in de constructie van het geheel. En dat voor een apparaat van ja officieel 7500 euro. Dat kost hij niet, dat heb ik er niet voor betaald, maar ik heb 6,18 betaald, dat mag je rustig weten. Maar het blijft nog steeds een heleboel geld. Het is een mooi apparaat, ik heb hem ook nog niet getest. Ik wil eigenlijk eerst de grootste problemen uit de lucht hebben voordat ik hem ga testen. Bovendien zijn er nog wat dingen over hoe je op een Windows 7 machine, want ik bestuur hem met een Windows 7 machine, de drivers installeert, want die zijn niet voorgeïnstalleerd door Windows. Dat is wel vanaf Windows 10 en Windows 11 het geval, maar niet bij 7 of 8 of daarvoor. Dus dat zal ik nog moeten gaan doen. Hij moet natuurlijk gekoppeld worden aan Lightburn. Daarnaast, deze machine heeft wifi en alles en nog wat meer. Nou, dat komt allemaal later wel. Deze video gaat dus over de bouw. De beelden die u gaat zien is de livestream van gisteren. Vergeef u mij alstublieft de kwaliteit van die beelden. Mijn livestreams, ik livestream eigenlijk nooit, bijna nooit. Dus het is best wel eventjes wennen. En die beelden zijn ook niet optimaal. Maar goed, u moet het ermee doen. Aan het begin van de video heeft u een afbeelding gezien over een evenement genaamd Mode Meets Modelbouw. Dit evenement vindt plaats op 4, 11 en 18 maart, 3 zaterdagen in Kapellen in België, net boven Antwerpen bij Brasschaat. In het overdekte promenade winkelcentrum wat ze daar hebben. En ik wil iedereen graag uitnodigen om daar een kijkje te gaan nemen. Modelbouw in de meest extreme vorm. Treinen, boten, vliegtuigen, vrachtauto's, gewone auto's en veelal zelf gebouwd. Dus niet een pakketje wat je koopt bij een bedrijf. Nee joh, zelf gebouwd. En dat is ook waarom ik daar vorig jaar al voor de eerste keer uit ben genodigd met mijn laser. Omdat van balsa hout heel erg veel zaken te maken zijn. Niet dat ik dat nou zo heel veel doe, maar ik ben wel iemand die dan erkend wordt als zeg maar iemand die van Lightburn redelijk wat weet. Of dat zo is, hou ik zelf in het midden. Maar ik vond het heel erg leuk om daar te zijn vorig jaar. En ik ga ook dit jaar, als het alles mee zit, daar mijn kunsten vertonen. Dus mocht u mij willen ontmoeten, mocht u vragen hebben die u beantwoord wil hebben, dan bent u daar van harte welkom. 4 maart, 11 maart en 18 maart. Ik beveel met name de vrachtauto's aan waarmee gereden wordt. Echt zwaar transport met zelfgebouwde modelauto's. Het is werkelijk zeer de moeite waard. Het is geen groot evenement, maar het is wel een zeer interessant evenement. Daar ben ik dan straks eens te vinden.
Ik beveel u daar van harte aan en zal de komende video's tot aan maart dan ook beginnen met een afbeelding van de uitnodiging om daar naartoe te gaan. Ik wens u veel plezier bij de video over de bouw van de Ortho Laser Master 3. Aan het eind nog een stukje met waar ik dan vind waarop gelet moet worden als u dit gaat bouwen, als u dit koopt en waar eigenlijk Ortho in zijn handleiding en zijn video's, zijn bouwvideo's tekortschiet, maar ook eigenlijk in de constructie tekortschiet. Maar goed, daar kan ik niks aan veranderen. Ik kan het u hooguit laten zien en dat ga ik dan ook doen. Alvast heel veel plezier bij de video en tot de volgende keer. Dag. Want we gaan nu de bouw doen. Tima likes very much to play on a video game. Ja, Tima speelt heel graag op videogames, maar welke kinderen doen dat niet? Zowel Roma als Tima doen dat heel graag. Wat ze nog veel liever vinden, wat ze nog veel fijner vinden en nog veel leuker vinden, en dat vind ik interessant, is dat ze, wat je ook doet, vandaag zijn we wezen frisbee golven met beide jongens, ze proberen altijd mij te verslaan. ik ben dan wel 62, maar ik ben niet zo heel gemakkelijk te verslaan. En dat laat ik dan ook niet zo heel gemakkelijk toe. Desalniettemin, het is gewoon leuk om met ze bezig te zijn. Oké, we gaan hem in elkaar zetten. En nou komt natuurlijk het moeilijke gedeelte, want ik heb wel video's erover gezien. In elkaar gezet zelf heb ik het nog niet gedaan, dus ik ga het boekje erbij halen. Ik ga het boekje erbij halen, dat moet ik wel, want ik, anders kom ik er ook niet uit. En dan gaan we dus even mee beginnen met het boekwerkje. Ja, we hebben een klein boekwerkje, hij is ook verkrijgbaar natuurlijk als... als PDF-bestand, en dat is misschien op zich nog wel heel veel gemakkelijker. Maar voor nu, in verband met het bouwen hier in die livestream, ga ik daar verder mijn eigen niet mee bezighouden. Ik ga even wat ruimte creëren, dus ik ga de dingen die ik niet nodig heb, die ga ik even op de grond naast mij leggen. In de hoop dat ik er straks niet op ga staan. Om een beetje ruimte zien te krijgen. Zo, kabeltjes allemaal weghalen hier. Stroom hebben we voorlopig ook nog niet nodig. Oké. Wat ik ook alvast weghaal is eventjes de X-as, want die heb ik nog niet nodig. Even voelen. Ja, die zit redelijk strak, dus dat is goed. Deze twee jongens heb ik nodig. De voorkant ga ik wegzetten, dat ik weet dat ik pas later nodig heb. Dus die gaat ook vast weg. We gaan ons namelijk bezighouden met de achterzijde. En dan gaan we de delen in elkaar zetten. Ik ga eventjes door de... Ik ga niet de hele safety guidelines en zo. Ik bedoel, ik weet best wel hoe laser inmiddels werkt. Ik werk er al flinke tijd mee. Even kijken. Nou, natuurlijk zou je eigenlijk moeten gaan checken of de content helemaal aanwezig is. Nou, dat ga ik niet doen. Te veel van het goede. Ik denk het meeste wel. En dat betekent dat ik de eerste 8 pagina's al kan overslaan. Want die heb ik al gehad. Dus nou, dat gaat lekker snel zo, hè, zo'n bouw. Ja. Mooi. Nee, dat is... ik zal eventjes mezelf ook weer een beetje in beeld brengen. Dat is misschien ook wel prettig. Zo. Ja, mocht ik willen, met mijn grote billen. Misschien dat ik even ga overschakelen naar de andere camera. En dat is deze, als het goed is. Zo, kijken of dat een beetje werkt voor jullie. Zo, oké. Wat we gaan doen, we gaan de achterzijde monteren. Daarvoor pakken we de juiste zijkant. Daarvoor moet ik heel even kijken welke dat is. Daar moet ik eventjes naar kijken. Dat is, als het goed is, want dit is de, hier zit de ding op.
te lopen. Heel even kijken of ik de goede heb hoor, want volgens mij moet hij zo gaan lopen. Ja, twee schroefjes aan de binnenkant. Ja, er zitten namelijk hier twee schroefgaten hier. En die moeten aan de binnenkant zitten en dan tegen de voorkant aan als het ware. Dus dit is de rechterzijde en dat is de linkerzijde. Nou, we beginnen met de rechterzijde. En als het goed is, moet dat precies gaan passen. Gaan we even kijken of dat ook zo is. Ja, dat klopt wel. Ik ga hem wel even op zijn achterkantje leggen. Een beetje oppassen met die schakelaar. Want, wat is het geval? Deze moet namelijk worden vastgezet hier. Daar zo met een boutje. Ik pak natuurlijk nu net wel eerst de andere kant, maar dat maakt verder niet zoveel uit. En die boutjes die daarvoor gebruiken, die zitten natuurlijk in dat doosje, samen met de inbussleuteltjes. Even kijken. Want daar hebben we er twee van als het goed is, of misschien wel vier. Ja, 4,8 mm, dat zullen deze hier zijn. Even een inbussleuteltje erbij regelen, die daarop past. Zo. Ik draai hem even. Je ziet hier een gat zitten. Dat gat gaan we zo meteen gebruiken met die aandrijfriemen. Ja? Nu nog niet. Zo meteen. We gaan eerst de andere kant doen. Ik ga hem even draaien. Namelijk die andere kant, dat is een beetje een bijzondere. Hier zit namelijk aan de bovenzijde die kabel, zoals we die hier zien. En die moet daar doorheen gevoerd worden. Dus dan gaan we even zien hoe dat precies moet. En dan zeggen zij, even oppassen. Want hij mag niet, hij mag niet door deze sleuf heen, dat mag niet. Hij moet dus, daar ben ik even benieuwd naar. Want je zou zeggen, hij moet daar doorheen. Dat is even interessant. Oké, wat er moet gebeuren is dit, hij moet daar wel doorheen, maar, even kijken, ik denk zo, hij moet dan helemaal naar de zijkant worden geschoven. Dus eerst even doorheen voeren. Hier komt hij. En dan moet hij eigenlijk dus echt naar de zijkant worden geschoven. Daar zo. En daar zo. En
maakt dat natuurlijk aan deze kant niet zo goed zien op dit moment. Sowieso niet helemaal in de, op de goede manier. Want hij is wat gedraaid, dus ik moet hem even terugvoeren. Ik moet hem eigenlijk even goed draaien. En dan moet hij er zo doorheen. Kijken. En dit luistert natuurlijk wel nauwkeurig. Nou, dus even pielen. Het is wel even pielen, lieve mensen. Dat zeg ik er wel gelijk even bij. Daar ben ik nog niet helemaal uit. Dat is altijd leuk, hè? Je hoort dan overal van ja, ik heb er zo lang over gedaan om in elkaar te zetten. Dat is allemaal leuk. Ja, kijk. Nou is het beter. Even zo houden, omdraaien. Nog niet goed. Ik had hem goed. Zo ja. Ben even stil, dat is hetzelfde voor mij. Nou, de ratenschroef. Even kijken waar die gebleven is. Lastig verhaal. Ja, is goed, Luc. Veel plezier. We spreken elkaar wel. Je kan de video altijd terugkijken. Oh, hier. Is about.
Dus even pielen, lieve mensen. Als deze erin zit, wordt het waarschijnlijk wel makkelijker, denk ik. Nou, in elk geval heb ik hem er nu in zitten. Het is een mooi systeem. Daar wil ik van afwezen. Zo. En dan kan hij weer op zijn pootjes komen te staan. Dat is dat stukje. Allebei de kantjes. Schroefjes zijn erin gedraaid. En als het goed is, zit hij goed in zijn systeempje. Even kijken. Gaan we naar de voorkant montage. Maar voordat we dat doen, gaan we natuurlijk eerst de as erop schuiven. Dat is het volgende wat we gaan doen, de as erop schuiven. En dat is natuurlijk deze hier. Nou is dat hier de achterzijde. Dus hij moet er zo op. Moet ik even kijken hoe dat moet. Ik denk dat die zo op moet, maar ik heel even kijken weer. Ja, dit is de manier waarop die erop moet. Zo. Want aan deze zijde, ik zal even de andere camera er weer bij halen. Aan deze zijde komt de lasermodule te zitten. Ja. Gaan we nu de voorzijde monteren van de laser. En dat is deze hier. Daarbij gaan we even kijken, want deze moet straks hierin. Zo. Moeilijk te zien, denk ik, maar even de camera wat naar achter verplaatsen. Misschien even iets omhoog, momentje. Zo. Deze twee moeten hier natuurlijk in elkaar. Nou goed, dan gaan we dat monteren. Eerst even kijken. Ja, schroeven. En deze moet even naar beneden. Oké. Kan dat dan? Hoe ga jij naar beneden? Hij komt niet helemaal op zijn eind te zitten. Er zit hier een gat. Deze gaat zo naar beneden. Oké. Okay. En dan komt hij er zo op. En datzelfde geldt aan die kant. Zo. Oké, okay, vier bouten, of twee bouten weer. Hetzelfde verhaal. Hetzelfde laken en pak. Ik ga het nu vanaf de onderkant doen, zullen we maar even zeggen. Tenminste, dat hoop ik dat dat lukt. Nee, natuurlijk, hè. Dat is best lastig. Ik ga hem op zijn kant zetten even. Zo. Er even bij staan.
Je ziet het even niet nu, dat snap ik. Maar het is even de kunst om dit goed in elkaar te krijgen. Het mooie van dit systeem is eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, is dat het niet mogelijk is om de hoeken als het ware niet goed te doen. Dat is bijna niet te doen, omdat het zo'n stevige constructie is, dat het eigenlijk altijd vierkant moet zijn. Kan bijna niet anders. Deze erin draaien. Als we die erin hebben zitten, dan denk ik dat we. Ik heb die andere nog niet vastgedraaid, maar dat ik ze alle vier kan vastdraaien. Die zit vast. Die zit vast. Die zit vast. En die zit vast. Oké. Gaan we hem op zijn kop zetten. Alhoewel, ik heb waarschijnlijk de achterkant nodig op dit moment. Dus ik laat hem zo liggen. Want ik denk dat ik die achterkant nu nodig heb. Ik denk namelijk dat we riemen moeten gaan aanbrengen. Probeer dat even helemaal in beeld te krijgen. Zo. Oké. Dus ik heb ze nu vastgeschroefd. Het hele framewerk is voor elkaar. En nu gaan we inderdaad de riemen doen samen met wat ze noemen de ijdelas en de stelschroeven. En de stelschroeven die heb ik hier. Twee hele kleintjes. En dit zijn de ijdelas. En dan zijn we eigenlijk al bijna door alle schroeven van het apparaat heen. Het is niet te filmen, hè. Maar het is echt zo. Oké. Handleiding erbij. De beide riemen die heb ik hier liggen. Zo. Gaan we er even uithalen. Dit zijn de riemen van de laser. Hoi Peter. Ik doe mijn best. Ja, het is. Tima, het is wauw inderdaad. Het is nogal. It's wauw, Tima. It's very difficult business. For me at least it is. But won't take long before it is built together. Oké. Let me see. Ja. Alright. What we have to do? We have to. These things, those are the idlers. They have to be screwed in. Right here. So we first open them a little bit up. And now we'll have to see which side is which. And if I see it right, then the side with the black bolt, as that side, should be on the outside. So it should be like that. Okay. And then, so this is not easy. Let me go to the manual online so that I can see a better picture of this. Because there is a very small part in that idler. And I need to be sure on which side this has to be. That is that one.
we already did this, we did that, and now we are coming to that idler. Now we are going to make that bigger so that I can see how it is. Okay. Yeah, it seems to be that it has to be there like this. This is a tedious task. There we go. Okay. You have to secure it with the Allen key. This is an Allen key, by the way. Everybody who knows it, this is an Allen key. The only thing I'm still not sure about if this is the correct way to do it. Let me take it out for a moment, because I need to be sure. I need to be sure, and I can tell there is no other way, because if I would push this one down, now there is no other way. This is the only way it is possible. I know it takes, for a lot of people would say, yeah, but it is very easy to build these things. That's nice and beautiful, but I want to be sure that it is okay. And that is the thing why it is a little bit of a hassle. Nou zit ik in één keer in het Engels te kletsen, sorry. Ik weet dat er veel mensen zullen zeggen die zeggen van ja, maar het is hartstikke makkelijk om het in elkaar te bouwen. Ja, dat kan best wel zo zijn. Maar dat valt uiteindelijk toch nog wel tegen. Dat kan ik je op voorhand alvast zeggen. Dat is verder niet erg. Want zo is dat nu eenmaal. En dat geldt dus voor alles en nog wat. Ik wil graag dat het goed is. En dat is het belangrijkste. Want het moet natuurlijk ook het nodige jaren mee als het kan. Ik draai hem even. Want ik moet eigenlijk de andere kant nu ook erin doen. En hier zit dus die kabel. Die zit een heel klein beetje in de weg. Maar dat is maar een heel klein beetje. Misschien moet ik hem even een stukje verder open draaien. Ja. Oké. Okay. En dan kan ik hem weer vastzetten. Hij moet zo meteen ook weer los. Dat kan ik je zo al zeggen. Maar voor nu zet ik hem even vast. Oké. Okay. Allebei die wieltjes geplaatst. En nou komt er misschien een heel lastig stukje. Want het aanbrengen van die riemen, dat is nog niet het gemakkelijkste. Je moet namelijk aan die kant, deze kant, hier zit een gat. Daar zo. En daar moet hij doorheen. En dan zit er aan de binnenkant ook zo'n draaiwieltje zoals hier. En dan moet hij omheen gaan vallen.
En dan gaan we even proberen voor elkaar te krijgen. Daarvoor moet ik even zien wat ik aan het doen ben. Dat zou er moeten zijn. Hij is nog niet gespannen. Hij zit er al wel in als het goed is. Maar gespannen is hij nog niet. Hetzelfde gaan we doen met die andere. Maar dan aan de andere kant. Ik denk dat ik het wel goed heb, maar ik moet het heel even checken zometeen. Dus wat ik heel even ga doen, lieve mensen. Ik ga heel even een zaklamp pakken. Dat doe ik expres even, want ik wil even zien of die keurig eromheen zit. Ja? Iemand die zo'n apparaat overigens ook koopt, laten we dat even duidelijker zijn. Ik heb ook een video online gezien waarbij je die kap aan de zijkant eraf kunt halen, zodat je kunt zien wat je doet. Alleen dat is me net iets te veel van het werk en het moet ook niet nodig zijn, want in de handleiding staat het op de manier zoals ik het hier beschreven heb. Dus ik pak heel even een zaklamp om even te kijken of die goed over de wieltjes loopt. Zo, daar ben ik weer. Even hier kijken. Hier zit hij goed. Even aan deze kant. Even draaien. En daar zit hij ook goed. Dus, dat is geregeld. Maar je snapt, daar zijn we er nog niet mee, want het zijn nu nog loshangende riemen. En dat moet natuurlijk vast worden gezet. En dat gaan we doen hier zometeen met die stelschroefjes die ik hier heb. Die stelschroefjes, die zijn degene die ze uiteindelijk gaan vastzetten. Eventjes zorgen dat ik de goede inbussleutel daarvoor heb. Die zit er ook bij. Ik denk dat het deze is. Even kijken. Nee, nog niet. Dan de derde die erin zit. Ik heb inmiddels al zoveel van die inbussleuteltjes. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik wel. Ja, dit is de goede. Even kijken of ik dat zichtbaar kan krijgen voor je. Althans hier zo, daar waar ik die idler in geplaatst heb, waar die riem nu overheen, op zit ook een gaatje, zeg maar, hier, om die stelschroef in te doen. En dan ga ik er even in draaien, een stukje, want dat is nodig. Zo. Dat is altijd een beetje lastig. In elk geval dat hij er even een stukje in zit, en dat ga ik aan deze kant ook doen. Goed, dan gaan we nu eerst even weer die idler een stukje losdraaien, zodat die los zit. Want dat is de volgende stap. Die gaan we namelijk aanspannen. Zo.
Okay. Dan gaan we die stelschroef die gaan we erin draaien. Lastig verhaal. Ik weet niet of ik daar iets beters voor heb. Misschien heb ik daar wel iets beters voor. Dat ik ook wat meer werkruimte krijg. Moet heel even kijken. Ik denk deze. Ja, dat is de goeie. Dus ik pak even mijn andere tools erbij. Kijk, en nou gaan we hem aandraaien en je voelt dan ook dat die kabel strakker komt te staan. Nou vind ik dat wel weer grappig, want het is eigenlijk niet helemaal goed. Tool erin vallen natuurlijk, dat snap je toch ook, hè? Maar daar is die weer. Oké. Namelijk, je kan hem ook niet te ver erin gaan draaien. Voorzichtig. In elk geval is hij nu op spanning. Hij moet bijna klinken als een gitaarstring, lieve mensen. Hij draait natuurlijk mee. Even kijken of dit de juiste maat is. Lekker niet. Nog even wat meer tools erbij. Want die boutje zit nu wat los. Dus ik moet heel even kijken welke maat dat is. Dan heb ik de goede te pakken, denk ik. Klinkt als een gitaar, is het niet, maar het klinkt wel zo. Oké, op het moment dat je dat gedaan hebt, en nou wordt hij een beetje lastig, maar ik ga proberen je dat te laten zien. Even kijken. Hier hebben we die X-as. Hier zit een geribbeld gebeuren waar nu die kabel in moet. Zo dus. En je hoort, het is net een gitaar. Ja? Oké, dit gaan we aan de andere kant ook doen. Even zorgen dat ik ruimte krijg. Zo, nu zit het hier achter. Dit heeft te maken met waar ik bezig ben. Ik ga hem weer even losdraaien, die stelbout. Oké. Ik druk hem alvast een stukje naar achter en dan ondertussen pak ik mijn tool om deze schroef hier te stellen. Nog
nogmaals, die riemen moeten dus goed afgesteld zijn. Er zijn altijd wegen om dat later opnieuw te doen, hoor. Laat ik dat vooropstellen. Die weg is er wel. Ik draai hem toch nog even iets losser. Want die stelschroef die stelt zich schuin namelijk. En dat is niet handig. Dus wat ik ga doen, ik ga die stelschroef vastzetten. Deze hier. En dan draai ik hem echt vast. Zo, die zit vast. Nou kan ik hem hier. Oh, het is al redelijk strak. En hem dan ook weer in die sleuf drukken. Zo. En ook deze gitaar, die kan rustig bij Jimi Hendrix aan de gang. Oké, daarmee kunnen deze werktuigjes weer weg. Altijd zo van het direct opruimen van dingen, dat is het makkelijkste in principe. Nou, dat is met zo'n livestream natuurlijk niet zo heel gemakkelijk, maar het is toch wel iets prettiger werken. Deze terug. Daarmee hebben we het frame in elkaar zitten. Ja, frame zit in elkaar. Gaan we even kijken. Stelschroef aangedraaid. Allemaal goed. Ja. Ja, druk de x-axis naar het achterste limitpunt. Dat wil dus zeggen dat we de achterkant gaan pakken. Dat is deze kant. Hij zit nu al erg strak. Misschien wel te. Even kijken of ik daar iets aan kan doen. Even kijken. Verhaal nu. En dat is misschien wel te strak. Even kijken. Hoe zit dat? Make sure de timing belt komt er niet af. Dat is wat kunnen we doen. Als we naar achteren gaan, dan zit die belt er nog steeds op. Maar hij zit eigenlijk gewoon te strak. Lijkt het. Dat is een lastige. Gaan we even neerzetten. Normaliter moet het namelijk zo zijn dat als je hem dus naar de achterkant draait, dan moet eigenlijk deze zelf naar beneden lopen. Nou, dat doet hij niet. Dat kan ik je vertellen. En dat kan ook zijn. Even kijken. Kan ook zijn dat dat misschien is als de riem er niet in zit. Dat zou kunnen. Wacht even. Ik haal even de riemen eruit. Ja, misschien heeft het daarmee te maken dat dat dus noodzakelijk is op het moment dat de riemen er niet in zitten, zeg maar. Op dit moment zitten de riemen er weer in. Goed, dat gaan we vanzelf merken als ik hem ga uitproberen. Ik ga puur van de bouwinstructie even uit. Goed. Dan gaan we nu de wifi-antenne aansluiten. En we hebben twee schroeven nodig, nou, dat klopt. Eerst de wifi-antenne. Die ga ik er even bij halen. Kijken waar die ligt. Die ligt hier. De wifi-antenne, die komt hier aan de zijkant te zitten.
En dat is eigenlijk de gebruikelijke werkwijze voor een wifi antenne. Zo, daar zit de wifi antenne. Zoals je kan zien, ik ga hem even draaien. Daar zit de wifi antenne. Ja? Goed, dan. Twee schroeven nodig. Klopt, als een bus. En die zitten hierin. Wat is namelijk bijzonder aan dit apparaat? Er is namelijk nog een aantal bijzonderheden. Nou, het eerste is dat dit apparaat heeft geen eindstop zoals we die gewend zijn met zo'n dingetje wat ingedrukt wordt. De eindstop wordt hier bepaald door twee schroeven. Ja? En ik weet niet of je dat kan zien. Ik moet het even proberen zichtbaar te maken weer. Even draaien. Waar is het beste zichtbaar? Dat is even de vraag. Hier zo, hier zitten twee gaten. Schroefgaten. Aan deze kant ook. Ik vertelde straks al heel even dat er ook situaties zijn waarbij die drie een paar centimeter of twee of drie centimeter korter gaat worden. Dat is namelijk wanneer je gaat gebruiken hier op de plek waar de laser komt te zitten. Daar is ook een, hebben ze daar een onderdeel voor waardoor je die laser niet met een klein stijlschroefje, wat hier nu zo meteen bij zit, maar met een wat grotere stijlschroef van bovenaf kunt draaien. Maar daardoor wordt die laserkop die gaat wat verder naar voren. En dit is zo geconstrueerd dat straks met de laserkop erop, ja, hij straks tegen die schroeven aanloopt en dan toch niet tegen de voorkant van, het, van de laser aan gaat lopen. Dus dat, zodanig is dat geconstrueerd. Ik vind dit bijzonder stroef lopen, laat ik dat voorop stellen. Maar goed, we gaan dat zien op het moment dat ik het ga gebruiken. Ik ga dus die twee schroeven aanbrengen in het meest linkse gat, dus het gat wat het dichtst bij de voorkant van de laser zit. Daarvoor heb ik weer even mijn inbussleuteltjes nodig. Even kijken welke ik nodig heb. Dit is de goede. Dus het grappige van dit apparaat is dat ze eigenlijk zijn eindstops zijn gewoon schroeven waar die tegenaan loopt. Ja, het is best een apparaat met een aantal dingen erin die zodanig vernieuwend zijn dat ook anderen hier ongetwijfeld op zullen gaan volgen in de loop van de tijd. Het apparaat is al wel een maandje of vijf op de markt. En over het algemeen beschouwd als een gewoon simpelweg goed apparaat. Zo, die twee schroeven erin. Dan gaan we ons langzaam bezighouden met kabelwerk en met de laser zelf. En dan komen we ook langzaam richting het einde van de stream. Even kijken. Goed, we hebben de antenne erin gedaan, we hebben die schroeven erin gedraaid. Nu gaan wij ons met de lasermodule beschäftigen. Hier is die weer. Voilà. Ik haal gelijk de tape af van de oranje afdekking. Die ik sowieso al niet erg fijn vind. Laat ik dat ook wel even voorop stellen. Je kunt hem er ook afhalen zoals je ziet. Geen probleem. En dat zal bij mij ook regelmatig het geval zijn. Waarom vind ik het niet fijn? Aan de ene kant is het dan heel moeilijk te zien als je aan het kaderen bent. Met waar de laser zich laat zien als je aan het kaderen bent. En aan de andere kant kan dit ook wel eens de reden zijn voor het ontstaan van die vortex waar ik het straks over had. Die luchtcirculatie waardoor de lens van de laser die je hier ziet, waardoor die vies gaat worden. Die stelschroef en die... De neus, zeg maar, voor die luchtassist. Die zitten in dit kleine zakje. Dus op het moment dat je luchtassist gaat gebruiken, ga je dit ding op de lens schroeven. Heel simpel. Als je twee handen hebt tenminste. Gewoon like this.
bovenin de luchtslang. En de laser komt hier doorheen met de lucht. Nou, die vortex wordt oftewel hierin gecreëerd, ik denk dat eerder hoor, oftewel in deze, die er dan weer overheen kan. Die kan gewoon er overheen worden geplaatst. Voilà. Ja. Goed, oké. Dat is de vraag even of ik dit heel veel zal gebruiken. Ik doe hem er nu op. Vervolgens plaats ik hem hierin. Nog zo'n verbetering. Kijk, dit verhaal met die stelschroef, met deze schroef, dat kennen we uit meerdere lasers, met name van Arthur zelf. In het verleden drukte die schroef, die drukte hem vast hier op die as van die zijkant hier. Tegenwoordig zit hier een metalen plaatje in, wat over de gehele breedte hem vastdrukt op die as. Dus wat ga ik doen? Ik ga hem vastzetten hierop. Ik draai die stelschroef erin. Dat ga ik misschien beter eerst even doen, dan heb ik wat meer ruimte. Ik ben aan het strooien vandaag. Ik heb even ruzie ermee. Ah, daar komt hij. Oké, dus we zetten hem erop. En met de stelschroef kan ik hem dan helemaal vastdraaien, zodat er eigenlijk geen beweging meer in zit, als alleen de normale standaardbeweging van links naar rechts. Oké, die kan ook weg. Dat hebben we gedaan. Gaan we ons bezighouden met de kabels. En daar beginnen we met die kabel die hier bij die wireless antenne zit aan de onderkant. Ik weet niet of ik dat goed zichtbaar kan maken. Ik ga het wel proberen. Dat is dik. Oh. Dat is deze kabel. Nou, en die heeft eigenlijk maar één mogelijkheid. En dat is gewoon hier. Hier moet daarvoor echter wel gedraaid worden. Dat vind ik dan wel weer apart. Ja, dat is ook wel een aardige. Want die moet hier dus in. Even aandrukken met een Allen key. De kabel zit er ook in. Ver genoeg weghouden van de belt, want anders gaat die slijten. Maar die zit erin. Dat is goed. Dan hebben we nodig de hoofdkabel. Dat is die hele dikke die we hadden. Even kijken. Dit is de hoofdkabel. Dat is deze hier. Zo, even loshalen. En die komt aan deze kant in dit slot hier te zitten. Kan ook niet anders. Dat is de enige manier waarop die geplaatst kan worden. Heel even kijken of die op één manier kan of op meerdere manieren. Dat is natuurlijk wel weer even. Lampje erbij. Je zou bijna zeggen dat die op twee manieren geplaatst kan worden.
Hij heeft een sleufje. Het sleufje aan, oké. Okay. Aan de zijkant van die kabel zit hier een uitstulpingje. Waar mijn vinger nu overheen gaat. En daar kun je aan zien hoe die hier geplaatst moet worden. Dat moet dus doen. Hij moet dus zo geplaatst worden. Klik en hij zit. Ik ga de laser omdraaien. Zaklamp daar weg. Appetee. En dan gaan we even kijken. Die kabel hier, die heb ik hier liggen, die moet uiteindelijk hier in de as komen. In de X-as. Even terug naar mijn stream. Zo. En nou komt het moment dat ik dat 3D geprinte gedeelte mogelijkerwijs moet gaan plaatsen. Even kijken hoe dat in elkaar steekt. Ja, hier zitten wat schroeven. Even kijken hoe die kabel moet gaan lopen. Ze hebben hier al iets ontwikkeld daarvoor. Dit zou dan hieronder moeten komen. Eens even kijken of ik daarbij kan. Want hoe komt hij daar nu in? Ja, hij moet er omheen. Oké. Nou, we gaan even kijken of dat een haalbaar verhaal is. Daarvoor moet ik een kruiskoopschroevendraaitje gaan regelen. Dat doe ik even hiermee weer. Dit vind ik altijd tricky, hè? Want ik ga nu zeg maar echt de structuur van het apparaat aanpassen. Maar ik denk wel dat het noodzakelijk is. En iemand zal dat niet voor niets ontwikkeld hebben, laat ik het zo maar zeggen. Dit schroefbeetje is niet de juiste maat. Deze maar even nemen, dat is de grootste die ik heb. Uithalen en deze hier. Zo. En dan zou hij hoe ik dat voor elkaar kan krijgen. De
ontwerper die heeft weer niet echt rekening gehouden met het feit dat er een hele lading kabels erheen moeten. Dus die. En ik heb er nog één. Dat is die. Oké. Okay. Nou moet de X-as, die moet dus geplaatst worden. Nou, dat kan je eigenlijk niet mis, want er zit maar één mogelijke in. Je moet alleen even kijken weer hoe die geplaatst moet worden. En dat kan eigenlijk alleen maar op deze manier. Dat kan maar op één manier, laat ik het voorop stellen. Zo. Nu gaan we eerst weer even die dingen erin draaien. Nou, ik kan niet zeggen dat dat bemoedigend is. Want er is geen rekening gehouden met het feit dat het verzonken is. Misschien heeft hij ook een grotere schroef gebruikt. Ik denk dat ik het voorlopig even af ga laten. Ik denk dat ik dat voorlopig even ga doen. Dus ik moet die stekker weer even loshalen. Heel voorzichtig. En dan haal ik dat dingetje er weer af. Want ik vind wel dat zeg maar de behuizing en alles, dat moet intact zijn. Ja, het is even pielen, lieve mensen. Ik weet het. Maar ja, uiteindelijk is de bedoeling dat het allemaal goed werkt. En dat krijg je alleen voor elkaar als je er ook tijd aan besteedt en aandacht aan besteedt. Dus vandaar dat het allemaal even tijd in beslag neemt. Zo, het ding is er weer af. Ga ik de schroef er weer indraaien en deze er weer indraaien. Eerst deze maar even doen. Kijk hoor, want het is priegelen en mijn handjes zijn niet gemaakt voor priegelwerk. Hoe is het met u allemaal? Alles goed met u? Gaan we weer gooien met dingen.
Zo. De eerste zit er weer in. Heb even geduurd, hè? Maar dan komt dat het heel erg pielerig is allemaal. Heel klein, heel, ja. En dan gaan we de tweede, daar gaat het iets makkelijker voor zo te zien. Het is eigenlijk een schroef om dat kapje vast te houden. En die zit weer. Oké, nou, schroeven draaien weer terug. Kabel er weer bij. Kabel moet er, mag ik aannemen. Ja, onderdoor, bovenover. Even kijken of ik dat in het boekje terugvind. Of de kabel bovenover of onderlangs moet. Onderlangs zou ik zeggen. Als ik het zo bekijk. Dus ik ga hem op deze manier plaatsen. Dat zal ik allemaal proefondervindelijk moeten gaan bekijken van wat nu beter is en wat niet beter is. In elk geval is dat de kabel die hier aan de zijkant loopt. Wat daarbij van belang is. Is dat die zometeen vastgezet kan worden met tie wraps. Ik moet alleen nog even kijken hoe dat het beste is. Maar ik ga eerst kijken van welke andere kabel ik aan moet sluiten. En dat zal dus de stroomkabel zijn naar de laser. En dat is deze. Zo. Die gaat zometeen hierin komen te zitten. Ook weer even heel goed naar kijken hoe die erin moet. Maar deze kabel, die zal ongetwijfeld op de L moeten worden aangesloten. Die zit daarop. Ja, en die moet dus op de laserkabel, ja, dat kan niet anders. Ofschoon daar wel bijna dezelfde kabel is. Maar goed, dat deze kabel moet hierin. Dat is de laseraansluiting. Oké, en dan moet dit gebeuren. Hier worden vastgezet. Daar naar beneden, dat was de zaklamp. Die moet je wel doen. Ik probeer heel even uit of die kabel dan ook lang genoeg is om zijn hele veld te gebruiken. En dat is die. Want ik moet hem gaan vastzetten. En dat gaan we hier doen. Even kijken of ik dat goed kan zien. Nee, dat is niet echt goed te zien. Maar ja, goed. Het is ook wel logisch. Dus we gaan een kabeltijs erbij pakken. Eén, twee, want hier zitten ook, zeg maar, gaten voor kabeltijs hier in die as. Dat zijn er drie alleen al. Eentje komt er hier te zitten. Ik denk dat er een paar overblijven. En dat is maar goed ook. Ja,
hem eerst hier vastzetten, denk ik. Dat lijkt me niet onverstandig. De zender zijn in feite twee stekkeraansluitingen die niet gebruikt worden. Daar komt het op neer. Even kijken dat die goed komt te zitten. Hier zo ongeveer. Stevig aantrekken. Oké. Ik snijd hem gelijk af. Zin heeft. Ik kijk even een schaartje moeten pakken. Hè. Je zou dan verwachten dat die mes genoeg is. Nou, nu is het inderdaad genoeg. Oké. Dan gaan we deze kabel hier wegwerken. Ik laat gelijk ruimte. En ik zit even te denken of ik ook gelijk de kabel voor de R-assist ga gebruiken. Ik denk dat we dat gaan doen. Dus we gaan ook gelijk de R-assist erop zetten. Althans die kabel. Of kabel, die slang. Ik moet goed zeggen, hè. Slang, dat is geen kabel. Want die kan ik gelijk mooi mee laten lopen. Dat is trouwens een gigantische kabel. Ik moet even voorop stellen. Dat is een gigakabel. Dit vind ik trouwens wel heel fijn, want ik ken wat de kabeltij die hier komt te zitten. Ik moet alleen oppassen dat ik niet de riem meepik. Kan ik ook die stekkertjes afbinden? En dat vind ik wel erg fijn, want ik vind die loshangende kabeltjes, dat vind ik ook maar niks. Als hij helemaal links zit, dan moet hij dit kunnen doen. Dus ergens hier. And the same goes for this. Dus gaat hij hier. Deze gaan we natuurlijk niet te strak trekken vanwege al die dingen die daar tussendoor zitten. Gaan we dat niet doen. Je weet maar nooit wanneer je wat nodig hebt. En met name zit hier ook die slang van die R-assist. En die is natuurlijk... Oh, ja. Nee, dat is goed. Oké, dit is prima. Ik pak even een schaar erbij, lieve mensen. Deze kabel binden, afknippen, oppassen dat je niks meeknipt. Nou, dat hebben we nu gedaan. Goed zo, ja, niks meegeknipt hoor, geen zorg. Gaan we de tweede doen. Die komt hier te zitten.
En dat is wel weer heel netjes, want daarmee worden die kabels hier aan die behuizing vastgemaakt. Zo ja, ook die niet te strak vanwege die air assist. En indien nodig moet die op enig moment toch anders gelegd worden. Maar dat zien we dan. En dan heb ik er nog één. Dat is deze hier. Hier weer oppassen dat we niet achter de riem komen te zitten met dat ding. Want dan draai je de hele zaak stuk. Ik zal dat zo ook nog eventjes controleren. Dat is dit. Ook weg. Even checken of ik dat goed gedaan heb. Zaklamp er weer bij. Ja, dat is goed. De riem loopt er achterlangs. Resteren ons dus de kabel van de laser erin te doen. Nou, in principe kan die er ook maar op één manier in. En dat is op deze manier. Zo. En het slangetje van de air assist, daarvoor halen we dit dopje eruit. Klein dopje. Halen we eruit. En dan kunnen we de air assist. Dan moet ik even, want volgens mij moet je dat ringetje indrukken. En daar zit ook de air assist geïnstalleerd. Ik denk dat we er een heel eind zijn. Ja, die air assist die moet aangesloten worden, dat weet ik. Stroomkabel moet erin. We hebben het aan de zijkant. We hebben daar nog een aansluiting zitten. Even kijken waar die voor is. In uitvoerport, IO. Nou, daar hebben we dus niets mee van doen op dit moment. De rest is de normale bekabelingstroom, USB-kabel en dat soort dingen meer. En dan moet dat uiteindelijk alles zijn voor wat betreft de laser. Ik stel u voor de Ortho Laser Master 3, 10 watt versie. Fraaie printer. Geef het dingetje eraf. Zo. Ik zal hem alleen moeten gaan testen. En we gaan dat zien. Ik kan daar nog niet al te veel over zeggen. We zullen het gewoon moeten gaan proberen en gaan zien hoe die draait. Voor vandaag, lieve mensen, denk ik dat dit alles was wat ik u kon laten zien. Ik zal nu... Vanavond doe ik dat niet meer, maar de volgende keer, morgen of zo, zal ik moeten gaan testen of alles naar behoren werkt. Dat gaan we zien. Ik weet het niet, geen idee. Ik ga het vaststellen. Dit is wel weer grappig. Want wat grappig is nu, ik merk hier aan de zijkant zitten ook nog wat gaten voor waarschijnlijk tie-wraps. Andere kant denk ik niet. Nee, precies. En dat zou dan dus voor deze kabel moeten zijn. Oké. Ga ik toch nog even vastzetten, jongens. We zijn er nog niet helemaal klaar, zie ik. En ik zie er 1, 2, 3. Ja, eigenlijk 3. Even kijken of dat ook goed vast te zetten is. Want dat zou natuurlijk wel fijn zijn natuurlijk. Het is alleen wel, hij moet natuurlijk wel vrij kunnen lopen.
denk dat dat wel kan. Ook hier loopt een riem onder. Dus moeten we oppassen dat we daar ook weer niet klem op gaan lopen. Dus ik ga er even bij staan. Ik weet niet of het dan nog zichtbaar is. Ga ik proberen zichtbaar te maken. Hoe doe ik dat? Wacht even. Even deze camera omhoog. Een beetje geluk moet ik dat zichtbaar kunnen krijgen. Ja, hier zo. Gaan we even zorgen dat die tie-wraps natuurlijk niet met die riem hieronder gaan conflicteren. Dus ik moet wel zorgen dat de riem niet mee wordt genomen. En ik ga hem zo plaatsen. Anders loopt die riem er steeds overheen. Nou, dit moet nog wel kunnen. Dit kan. Oké. Schade wij. Dat was 1. Dan, jij mag even naar de andere kant. Dan wordt hier nummer 2. Zo. Zorg dat hij niet met die riem in de bak komt. Zoiets. 2. En dan ga ik er nog eentje doen. En dat zou dan hier moeten gaan zijn. Zo. Kom. Nog niet helemaal, maar bijna. Die. Nou gaan we weer even plat zetten. Dan moet hij dus veilig naar achteren kunnen lopen. Zonder dat die kabel me in de weg gaat zitten. Deze kabel die mag even deze kant op. Dat is voor die luchtassist. Wow, hij loopt echt heel strak. Dat is echt... iets waar ik me zorgen over maak, dat mag je wel weten. Goed, maar dat moet ik gaan testen. Dat kan ik zo op deze manier nog niet vaststellen. Dat kan ik op deze manier nog niet vaststellen. Oké, nou ja. Ik moet gaan zien of ik dat fijn vind. Weet ik nog niet. Kan ik nog niet zeggen. Ik snap niet waarom hij dit naar achteren wilde laten lopen. Want het wordt een beetje omhoog gedrukt. En nu zit die schroef die daaronder zit, die zit alweer los, zeg maar. Dus ik snap waarom hij dat vervelend vindt. Onze Franse vriend die zeg maar dat geprinte onderdeeltje gemaakt had, weet je, deze, dat dingetje. Oké,
Voor vanavond was dat het. Ik ga natuurlijk testen en kijken hoe ik die kabel het beste wegwerk. Dankjewel voor het aanwezig zijn. Thank you very much for being there. Thank you very much for my Ukrainian friends to be there. Tot de volgende keer. Ik ga natuurlijk hier video's over online zetten. De unbox, maar ook de bouw. Ik vond het minder makkelijk als dat het lijkt. Maar goed, misschien ligt het ook aan mij, aan mijn leeftijd en dat soort dingen meer. Ik hoop dat in ieder geval dat u ervan genoten heeft. Het was een ruim 2 uur durende livestream. Ik vond het gezellig. Fijn dat u er was. Tot de volgende keer. Dag. Goed, het eerste waar ik op wil duiden, waar Arthur niet duidelijk genoeg is naar zijn cliëntele, zit eigenlijk hier onder in, even kijken hier, in dit gedeelte hier. We zien hier die riem lopen. En op het moment dat je de tijreps gaat vastmaken, je ziet dat hier ook, even kijken of mijn vinger daarbij kan. Waar ben ik? Daar. Ja. Dan moet je natuurlijk oppassen dat je die tijrep niet die riem meeneemt. Als je dat doet, dan loopt die voor geen kanten. Bovendien denk ik dat je de zaak kapot draait. Dus pas op met het aanbrengen van tijreps dat je niet een riem meeneemt. En dat geldt natuurlijk ook hier aan die zijkanten. Want aan deze zijkant, en je ziet ze misschien hier ook al wel zitten, zoals deze tijrep hier. Ja, deze. Die houdt die kabel hier, zeg maar, aan de zijkant. En dus ook hier oppassen dat je niet die kabel meeneemt als je die tijreps gaat vastzetten. Dat is het eerste. Tweede wat ik wil aankaarten, en daar is men niet zo heel duidelijk in. Ja, ik heb er uiteindelijk plaatjes over teruggevonden. Maar hier zit de idler. Dat noemen ze een idler. Dat is degene die die band aan gaat trekken uiteindelijk. Degene die hier aan de binnenkant zit, waar mijn duim nu zit, dat ijzeren plaatje, dat ijzeren wieltje, dat zit eigenlijk zo en zou ook zo gemonteerd kunnen worden dat die aan deze kant komt te zitten en niet in het midden. Hij hoort dus in het midden en dit is dus een van de dingen die ik na de bouw uit elkaar heb moeten halen en weer opnieuw in elkaar zetten zodat het op de goede manier gemonteerd is. En dat geldt aan beide kanten, niet alleen aan deze kant, maar pas eens op hoe die ijzeren geplaatst wordt. Zaken waar ik het meest bang voor ben. We zien hier om te beginnen de ijaskabel. Dat is de kleine kabel aan de linkerkant. Die komt uit de extrusie. Dus die komt eigenlijk uit die metalen bar die hier zit. Wordt er helemaal doorheen gevoerd. En die zit wel erg dicht hier bij die rubberen band. Kijk, je kan je voorstellen dat als dat tegen elkaar aan gaat wrijven, dan gaat oftewel de rubberen band kapot, oftewel en misschien ook wel en die ijaskabel kapot. Datzelfde geldt voor die hele dikke kabel die je daar ziet zitten. Dat is namelijk de rest van de bekabeling. Nou, die zit wel heel erg dicht over die rubberen belt heen. Nou, daar ga ik wel iets doen. Ik ga hier iets tussen printen wat ik hier tussen kan zetten. Daar zo, hier, daar tussen. Dus hier zo. Zodat die daar niet bij kan komen. Maar dat zijn wel dingen waarvan ik denk van, joh, dat had beter gekund, niet? Dat is wel, dat zijn bepaalde zaken. En er wordt in de handleiding geen aandacht aan besteed. Je zet hem hier aan de zijkant vast met die tie-wraps. Hier hebben we ze. En dan komt er aan de andere kant eigenlijk ook een probleempje boven water. Ook dat zal ik heel even laten zien. We zien hier de bovenkant. Op dit moment staat dus de X-as helemaal achteraan aan de machine. Dus daar waar die schakelaar zit voor die IR-rotary. En de normale business. Maar als ik die nu zo meteen naar voren haal. En dat moet ik even, want dat is redelijk strak allemaal. Dat moet ik erbij zeggen. Ook dat weet ik nog niet of dat wel goed is. Maar dat, ik ga proberen dat te laten zien. Haal hem naar voren. Dat gaat goed. Ja. Maar nu gaat hij naar achteren. Let op die kabel. Nou, dit keer gaat het toevallig goed. Maar ik heb al gehad dat hij, zeg maar, hier als het ware zich hier tussen gaat klemmen. Ja, dit is dus ook een tricky one. Dus deze kabel, die is ook wel, ja, dat is ook wel een tricky boy met waar die zit. Gelijk ook wil ik op dit kabel trosje wijzen. Want dit heeft de potentie om ook hieronder tussen die rubberen band
en de metalen behuizing terecht te komen. Dus ik heb echt moeten zorgen met een tie wrap dat hij echt aan deze kant van die metalen bar terecht komt. Want anders gaat het dus fout. Nou, dit zijn maar een paar van de dingen waar ik tegenaan gelopen ben. En zijn er nog wel wat meer. Dit zijn de belangrijkste. Misschien dat ik er nog wat tegenkom dat ik die ook nog ga filmen. Maar dit zijn de eerste belangrijke zaken. Nou, het enige waar ik me op dit moment echt zorgen over maak is over de strakheid van het bewegen van die X-as naar links toe. Dus naar die kant toe. Of terug. Want dat gaat wel heel erg strak. Als ik dat vergelijk met mijn Ortho Laser Master 2, die druk ik daar heel simpel met mijn hand naartoe. Ik weet dat je de wieltjes van deze assen, die zitten hieronder, dat je die los kunt draaien en vast kunt draaien. Dus er is iets aan te doen. Maar ik ga er in principe vanuit dat ze fabriekmatig goed geplaatst zijn. Dus in eerste instantie ga ik het straks proberen met deze manier. En kijk of dat werkt. Als dat niet werkt, dan zal ik dus die wieltjes moeten gaan aanpassen. Goed, dat was de video voor vandaag. Ik hoop toch dat u er iets van geleerd hebt en iets meegenomen heeft. Wees ervan overtuigd dat als u zo'n apparaat koopt, lees u goed in. Kijk vooral goed van, zijn alle delen, gaat dat niet schuren, gaat dat niet, gaat het geen gekke dingen doen? Want dat is natuurlijk uitermate belangrijk. Ja? Ik had bijvoorbeeld, klein voorbeeld daarvan, deze kabel waar we het net over hadden, die had ik onderlangs gevoerd en dan gaat die hier tegen die rubberen riem aanlopen. Nou, allemaal niet goed. Dus dat moet je allemaal in de gaten houden. Want anders heb je binnen de kortst mogelijke keren problemen met je machine. Oké, voor vandaag was het dat. Tot de volgende keer. Dag.